dat jullie kijken naar deze nieuwe aflevering van Vintage Battle op Dina.tv. Ik ben Amee. En ik ben Soline. En vandaag zijn wij in Rattenplan om een toffe tweedehands outfit voor elkaar uit te kiezen. Feest is vandaag het thema, dus je kan bijvoorbeeld denken aan iets van glitter, maar ook bijvoorbeeld heel kleurrijk. Er zijn heel veel verschillende soorten feesten. Heb jij er nou net zoveel zin in als wij? Dus geef dan zeker een duimpje omhoog. En abonneer op Dina.tv. Laten we beginnen! Wij hebben allemaal superleuke kopjes voor ons en daaronder liggen allemaal briefjes. Ja, met allemaal opdrachten. Dus denk bijvoorbeeld aan items die je in je outfit moet hebben of kleuren. En ja, we gaan het er nu om. Ja, ik ben benieuwd. Spannend. Okay. Begin jij maar. Ik ga voor deze. De kleur groen. In een feestoutfit. In een feestoutfit. Oh my god. Dit wordt wel moeilijk. Ja, een hele challenge. Oh. Succes met. Ik ga voor achter. Een sieraad. Nou, dat moet goed komen. Bij een feest. Daar draag je altijd sieraden. Ja. Ik heb dus eigenlijk echt geen idee wat voor een feestoutfit ik wil. Want je hebt natuurlijk, nou ja, een glitterfeestje. Of gewoon dat je denkt, een beetje gala, lange jurken, dit, dat. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon heel veel andere feesten. Met, laatst bijvoorbeeld had ik een Gossip Girl feestje, waar Celine ook was. Ik denk dat ik gewoon een beetje ga zoeken van, ja, dit spreekt echt feest. En dan kiezen we er zelf maar een thema bij. Voor mijn feestoutfit moet ik natuurlijk iets groens in mijn outfit verwerken. Dus ik sta nu wel bij wat feestelijke dingetjes. Als ik aan feestjes denk, denk ik wel eigenlijk meer aan jurkjes. Maar je kan natuurlijk ook voor een feest in iets heel anders doen. Echt juist kleurrijk gaan en zo. Alleen, ik stopte hier omdat ik hier wel al een jurk zag. Hij is wel echt overdressed, maar ik denk wel dat hij in de meeuwelijks staat. Je kan zeggen wat je wil, maar dit is wel groen. Een beetje weer glimgroen, dus ik hou hem in gedachten. Want ik denk dat het best wel moeilijk kan worden met groen. Dan heb ik in ieder geval een optie. Ik ga even kijken. Ik zie hier iets hangen met glitter. Ja, ik vind het leuk. Zoals je kan zien ook. Hou ik wel van dan gewoon een trui met dan hoge laars of zo eronder. Dus misschien kan dit wat worden. Ik neem het gewoon mee. Je weet het maar nooit. Oh, ik zie het. Hier zijn ook nog wat dingen. Ik weet niet wat dit is. Dit is denk ik niet wat we willen. Oké, ik denk dat dit net een beetje alsof we op skivakantie gaan. Leuk après-ski feestje, maar niet helemaal wat we willen. Oh jongens, ik zie glitter en ik zie groen. Maar dit is weer zo'n geval dat het eigenlijk meer naar blauw neigt, maar wel op groen lijkt. Ik hou hem wel even bij me, want ik vind het wel een goede optie. En nou ja, dit is wel wat bij het groene vak een beetje staat. Dus ik zie het wel als groen, turquoise, blauw, groen. Ja, dat mag. Oh, hier zie ik nog een glittergroen. Ja, deze is wel een beetje te groot, denk ik. Wel leuk als ik kleiner was geweest, als een soort jurkje met laarzen eronder. Nou, zwart, dat kan natuurlijk ook wel leuk zijn. Oeh, een Gobert, dat is ook leuk. Oh my god, ik heb echt een heel leuk idee. Ik denk dat ik eigenlijk wil dat ze dit als een soort jurkje draagt. Misschien iets van een leren rokje-achtig iets eronder. Dat is leuk. Aangezien de vorige outfit van de vorige aflevering natuurlijk heel kleurrijk was. Kunnen we het nu even helemaal omslaan? Eigenlijk ben ik op zoek naar een rokje voor het shirtje. En anders heb ik mijn geweldige jurk natuurlijk ook. Is toch geweldig? Oké, sorry, ik moest hem even pakken. Jongens, ik heb de rokjesafdeling gevonden. Dus ik zit nu hier even tussen te kijken. Maar dit vind ik dus ook wel leuk. Dat is een beetje. Oh, dit is heel leuk. Een rokje met een beetje ribbeltjes. Ik denk dat dit ook wel een goede maat is. Deze gaat in mijn mandje. Dit ziet er wel heel leuk uit. Cute. Ja, dit is ook leuk. Dit vind ik ook leuk. Ik denk dat het toch die zwarte outfit gaat worden. Maar we moeten sowieso even sieraden. Dus daar gaan we nu ook gelijk even heen. Nou, je hebt dus, als we die ene met die blazer, ik denk het wel. Sorry, die jurk echt geweldig voor een soort galafeest, première-achtig. Maar ik denk dat ik toch voor die andere outfit ga. En dan vind ik dus dit best wel leuk staan. Omdat het natuurlijk, ja, er zit niks hier, weet je wel. Het is gewoon zo. En dan met zo'n ketting erbij is wel heel erg leuk, denk ik. Oh, dat is ook cute.
dat er gewoon een hele, maar dit is misschien wel veel op elkaar. Nou, als je het zo doet. Ik denk dat ik deze meeneem. We zijn aangekomen bij de sieraden, want bij een feestje hoort natuurlijk wel een sieraad. Alleen ik dacht, misschien is er ook nog wel een groen sieraad. Dan combineer ik het een beetje. Ik zie hier bijvoorbeeld wel iets. Groene ketting. Hij is wel een beetje groot, maar hij is wel leuk. Hij is weg. Nee, mijn ketting is weg. Ik had zo'n leuke ketting hier gezien. Oh, dit is een hele leuke ketting trouwens. Maar ik denk dat hij is verkocht. Iemand heeft hem denk ik gepakt. Stiekem hoop ik dat Lemay voor mij heeft eigenlijk. Ja, het liefst nog even iets met glitters eigenlijk. Iets zwarts met glitters. Gewoon een hemdje of zo. Iets heel simpels, maar wel nog iets sprekends. Ja, of je doet er gewoon dit onder, maar het is wel lang. Maar waar laat je dit heen een stuk? Want hoef alleen maar dit. Oh, wat leuk. Dit is toch ook... Oh, dit kan ook zo... Oh, trouwens, misschien is dat ook wel leuk. Ze hebben hier zoveel leuke dingen, want dit is dan echt zo'n beetje wel gewoon simpel. Waarbij je denkt, oh, als je zo binnenkomt, wat leuk. Het ziet er leuk uit. Dit vind ik ook leuk. Ik zit even te kijken, want ik vind nog steeds, ben ik echt verliefd op deze jurk. Ik vind hem wel leuk hoor. Ik denk ook wel dat het Lemay goed staat. Maar dit zou ik dan bijvoorbeeld weer sneller naar een feestje aandoen. Ik denk dat ik wel eigenlijk voor dit outfit ga, want dit is iets meer echt wel een feestje wat zeg maar ik zou aandoen als ik naar een feestje zou gaan. En dit zou je wel echt een prinsessenthema moeten hebben ofzo. Al vind ik hem wel heel leuk. Dus als hier nou even iets glitters hangt. En even iets heel simpels. Nou, misschien dit. Oh. Goeie optie. Ineens in de laatste minuten vinden we allemaal nieuwe dingen. Voor mijn outfit heb ik dus wel echt een felle groene turquoise-achtige top. Dus ik denk wel dat we voor zwarte hakken kunnen gaan. Deze vind ik heel erg mooi. Deze vind ik ook mooi. Omdat we nog niet zoveel glitter hebben en het wel een feestje is, kunnen we ook natuurlijk voor echt felle glitter gaan. Op zich, ik denk dat ik dat misschien nog wel leuker vind. We gaan voor glitter. Ik hou van glitter. Strikje in de haar. Ja, dat is eigenlijk voor een stropdas, maar ja. Ik bedoel, je kan het natuurlijk gewoon in je haar doen als een soort elastiekje. Ja, dat vind ik leuk. Ik zie opeens nog meer glitter in mijn ooghoek, dus ik wil nog eventjes kijken. Oh, ja, dit is weer die glitterbroek. Alleen jammer dat die groot is. Anders was die echt heel leuk geweest op die top. Oh, nee. Oh my god. Het is geweldig. Ja, alleen nu heb ik eigenlijk geen tijd meer om te switchen. En hij is niet groen. Maar als glitter mijn briefje was gekregen, dat ik onder dat kopje had gekregen, is deze echt heel leuk. Oké, we zijn weer terug bij mijn hangplaats. Oké, dit zijn dus alle opties voor eronder. We hebben dit topje, dan hebben we deze jurk als optie. Dan hebben we deze schoenen natuurlijk, maar die houden we sowieso, want die zijn helemaal pareltje. Dan hebben we dit rokje. Dan natuurlijk de blazer. Oké, en dan zijn dit de sieraden. Ja, nu is het kiezen. Nee, deze keuren we af. Het blijft natuurlijk een feestje dat deze dan het leukste is, want deze heeft dan toch nog een beetje glitter. Dus dit, ik ben heel erg benieuwd wat Soline voor mij heeft. Maar Soline, dit is jouw outfit. Ik zie hier sowieso een basic, but cute, handig tasje. Die we als optie in ons hoofd kunnen blijven houden. Maar, oh, dit is natuurlijk veel feest. Ja, hij is wel leuk. Ik denk wel dat het echt zo de outfit maakt. Het is wel echt een tasje die je aan zou doen bij een feestje. Ja, oké, deze neem ik mee. Ik heb mijn outfit klaar. Ik ben heel erg benieuwd naar de outfit van Lemay. Dus nou, laten we snel gaan passen. Ja. Nou, we hebben allebei de outfit. Ja, ik ben benieuwd. Ja, feest. Alsjeblieft. Alsjeblieft. Daar gaan we. Ja, kan we nog. Oké, spannend. Ja. Oh. Oh, leuk. Ik vind het ook wel leuk staan.
Ja, ik zou het zelf nooit echt dragen, maar het is wel een soort van leuk. Ik voel me wel echt netjes of zo. Ja, hè? Ja, ik vind het op zich wel leuk. Ik vind je wel leuk staan. Alleen de schoenen zijn iets te klein, dus die dan een maatje groter. Het shirtje zou ik alleen niet heel snel dragen, maar het rokje vind ik wel leuk. En nou ja, het tasje gewoon een beetje basic, dus kan wel. Mijn opdracht was een groen item, dus ik heb voor het shirtje gekozen. Ja, ik vind het wel feestelijk hoor. Ja, ik moet zeggen, het is inderdaad wel echt feestelijk. Het thema komt wel echt gewoon sparkly terug. Tech. Ja, ik had dus de opdracht om sieraden toe te voegen. En ik heb dus twee leuke kettingjes. Ik vind deze echt heel erg leuk. Er zitten allemaal schattige bedeltjes aan. Ja, en ook een beetje in de feeststijl, want er zit zo'n hakje aan en een tasje en ik weet niet wat dit allemaal is, maar allemaal feestdingetjes. En natuurlijk, hoe leuk is dit jongens? De strik. Nou, het is natuurlijk best wel creatief bedacht, al zeg ik het zelf. Want het hoort natuurlijk eigenlijk bij, meestal gewoon bij een pak, weet je wel, in plaats van een stropdas dan. En dan zo'n strikje. Maar in het haar kan het ook gewoon, jongens. Een beetje variatie. Nog best goed gelukt, lekker uit. Lekker meid. Ja. Wij zijn helemaal ready om naar een feestje te gaan. En ik vond het super leuk om dit outfit uit te zoeken. Ja, zeker. Ik ook. En gelukkig mogen we dit volgende week weer doen. Dus als je dat niet wil missen, abonneer dan zeker op Tina TV. En vond je deze video dan nou leuk? Doe dan ook een duimpje omhoog. En tot volgende week. Tot volgende week. Doei.